De burgemeester van Wijk en Aalburg, Fons Naterop, heeft een dreigbrief gekregen. Die is ook hier bij Omroep Brabant bezorgd. Die brief gaat over de jaarwisseling in Veen. Gisteren zei de burgemeester namelijk dat hij verwacht dat het eind dit jaar rustig zal zijn in het dorp. Samen met inwoners wil hij een plan maken hoe oud en nieuw het beste gevierd kan worden, zodat het niet meer uit de hand loopt. Vorig jaar keerden jongeren zich tegen de politie terwijl ze bezig waren met het in de fik steken van autowrakken. Dat is traditie in het dorp. En bijna 100 jongeren werden toen opgepakt en brachten de jaarwisseling door in de cel. We gaan naar verslaggever Rob van Kaathoven. Hij is in Veen. Ja, Rob, je hebt die brief daar ook. Wat staat erin? Nou, dat de burgemeester Fons Naterop een grote blunder heeft gemaakt toen hij al die jongeren hier bij dit café met de jaarwisseling, of die nacht voor de jaarwisseling, liet oppakken. En dat het stoken gewoon doorgaat, nou, in de letterlijke bewoording, nooit zal vergeten worden wat u heeft aangericht in de nacht van 30 op 31 december 2013. En vervolgens, nooit zal de oud en nieuw nog rustig voor u zijn. Kortom, Veen geeft aan dat het stookt en zal blijven stoken. Ja, dat is ook een persoonlijke bedreiging aan het adres van de burgemeester. Want voor hem is oud en nieuw dus nooit meer hetzelfde in de toekomst. Hoe heeft hij erop gereageerd? Net als bij andere dreigbrieven, daar gaat hij niet op in. Dus heel kort, hij gaat niet op deze brief in. Nee, is duidelijk wie de brief heeft verstuurd? Ja, het is een anonieme brief, dus er staat geen afzender onder. Maar als je die brief leest, hoe het wordt gesproken over de blunder van het oppakken van die jongeren, bijna liefde voor het stoken, dan kun je wel er bijna van uitgaan dat het uit de hoek van de stokers van die jongeren komt. Daar lijkt het tenminste wel op. Oké, Rob, kom zo nog heel eventjes bij je terug. Want het is namelijk niet de eerste keer dat er een burgemeester is bedreigd in Wijk en Aalburg. Want eerder kreeg oud-burgemeester Frans Buysort een dreigbrief op de deurmat. Oud-burgemeester Buysort stond bekend om zijn harde aanpak. En dat viel niet bij iedereen in goede aarde. Op 1 januari 2004 werd er een brandende auto voor zijn huis in Wijk en Aalburg gezet. De zaak escaleerde helemaal toen in juni allebei zijn auto's in brand werden gestoken. Ook zijn geaardheid viel niet. Ja, u hoort dat het geluid niet helemaal goed loopt. Rob, terug naar jou in Veen. Wat gaat er nu gebeuren? Nou, de politie heeft de brief en die gaat onderzoeken hoe ernstig de bedreigingen zijn. Dat is dus nog in onderzoek. En tot die tijd zegt de gemeente niks. Dus het is afwachten wat de politie daarmee gaat doen.